Rick Frans, burgemeester van Stabroek, uh, welkom. Bent u hier vlot geraakt? Ja, toch een klein beetje vullen, maar het viel, mee, het viel mee. Naar de huidige normen viel het mee. Ja, want vanuit het uh, noorden is dat niet altijd zo gemakkelijk. Hè? Soms een lange weg, dat begrijp ik. Voilà. Oké. Okay. We zitten hier aan onze tekentafel. Uh, alles kan nog. Uh, vertel eens, wat mag er opkomen? Van mij mag er heel veel opkomen. Het begint al met een mooie tekening, maar ik zou eerst en vooral willen ons speelbos erop krijgen, zodat ik een betere fietsdoorsteek kan realiseren samen met onze ganse ploeg naar Ekeren, naar de Plastraat, vanuit de Molenstraat naar de Plastraat, langsheen ons nieuwe speelbos dat wij een jaar geleden ongeveer hebben aangekocht. Een bos van 4,1 hectare, dat voor de kinderen zal zijn. En langs dat bos zouden we graag een fietsdoorsteek maken, zodanig dat de kinderen en de ouderen, een veiligere weg hebben naar Ekeren en niet meer langsheen de Leugenberg moeten. Ja. Oké, okay, dat is al mooi. Wat ik me eigenlijk afvroeg als ik uh, uw cv zo even bekeek, is Staabroek wel groot genoeg voor u? Is dat niet allemaal een beetje klein? Ik zag dat u vroeger ontwikkelingshelper uh, wilde worden. Ik wou dat worden, want ik heb dan ook landbouw gedaan. Uh, ik wou dat echt worden, ik wou echt worden, maar ik wou eigenlijk les gaan geven in het buitenland. Ik wou altijd ja, een stukje de wereld verbeteren. En dat was mijn droom. Ik ben les gaan geven. Ik ben directeur geworden. Ik ben burgemeester geworden. Ik heb altijd toch iets gedaan om de wereld een klein beetje beter te maken. Maar dus, Stabroek, dat is nu perfect voor u. U wilt niet meer de wijde wereld intrekken? Stabroek is perfect. Uh, ik denk dat ik geen ambitie meer heb om echt de wijde wereld in te trekken. Maar ik denk dat Stabroek voor mij meer dan voldoende is. Groot genoeg. Want ik zag ook, ook nog op dat cv, want het is een uitgebreid cv, um, dat u ook nog uh, bij het Rode Kruis actief bent geweest. Ja, dat was vroeger. Vroeger ben ik nog uh, bij het Rode Kruis geweest. Dan heb ik een tijdje gedaan. Ja, maar dat was tijdens mijn studententijd. Maar als mijn water hier breekt, u weet wat te doen? Uh, nee, maar ik ga u wel helpen. Ik ga u wel helpen. <laughs> ik ga hier niet doodgaan dan. Ik zal u helpen, ik zal u helpen, maar ik weet echt niet ik, hoe ik dat zou moeten aanpakken. Nee. Ja. Ja, ik heb hier ook nog een prachtige kinderfoto van u. Voila, guitig ventje. Ja, daar ben ik nog altijd. Ik heb nog, denk ik, nog altijd uh, een beetje die qua jongensstreken. Alhoewel ik probeer dat toch een beetje beperkt te houden, maar ik hou nog altijd van een goede dosis humor. En ik heb nog altijd heel veel plezier in mijn werk en in het leven. Ja, ja behalve die snor, is er die guitige blik, is er nog altijd uit? Het is dus enkel die, die de snor ja. die het een beetje. Ja, die snor die, die geeft natuurlijk wat meer, maar ja, kijk. Het, zou, het is ook goed dat er een snor op staat, hè? Ja. <laughs> voilà. Huh? Ja, waarom? Ja. ja, ik heb dat altijd gehad. Ik heb eigenlijk uh, mijn baard en mijn snor laten staan. Een stukje eigenlijk eerder uit. Ja, ja niet direct willen scheren. S morgens een beetje te lui om op te staan. Toch te, zeker tijdens mijn studententijd. En dat, uh, die haargroei werd maar weelderiger en weelderiger. Ja, en dat is zo gebleven, voilà. Dat begint een handelsmerk te worden, die snor. Oké, okay, goed. Um, ik zag ook dat u geboren bent in, uh, in Brugge. Hoe ben je dan in Staabroek terechtgekomen? Mijn vader en moeder, dat zijn Bruggelingen, echte Bruggelingen. Ik ben daar ook geboren. Mijn moeder wou daar bevallen en die is daar gaan bevallen van mij. Mijn vader, dat was een ingenieur. En ingenieurs werden toen destijds gevraagd hier in de haven van Antwerpen. Zij hebben dus mee de haven van Antwerpen grootgemaakt wij zijn dus eigenlijk geëmigreerd naar Antwerpen en hier gebleven. Ja, okay. Is er nog iets uh, dat er nog bij moet op die tekening van Stabroek? Ook, ik zou nog veel erbij willen zetten. We gaan nog een uh, nieuwe turnhal bouwen, ook nog. Een, uh, een stuk van een kleuterschool. Ja, nog heel veel. Er zijn nog heel veel projecten dat op stapel staan. Nieuwe BKO hoop ik ook te realiseren in het centrum van Stabroek. Er is heel wat werk op de plank.